Bro, zou je met haar daten? Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie allemaal weer hartstikke zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. En ik heb echt een probleem, want als je dit filmpje ziet wat je hier rechts ziet, jongens en meiden. Het is echt, of naar links voor jullie, het is echt zo verschrikkelijk. Mijn kat die klimt de hele tijd echt in de kerstboom. Ik word er helemaal gestoord van. Kijk, en nu gaat hij ook met de ballen spelen die eruit zijn gevallen. Ja, schat, is het zo leuk? Ik ben echt aan het wachten op het moment dat hij gewoon helemaal hier in de top zit geklommen. Want hij gaat steeds een stukje hoger, klimt hij. Maar hij is nog niet tot hier gekomen. Dit is het hoogste waar hij nu op is geweest. Kijk, als ik de prullenbak opentrek, hier, je ziet ook hier gewoon ballen weer liggen. Twee ballen, er ligt hier links ook nog ergens een bal in. Allemaal kapotte kerstballen. Nou ja, zolang die kat maar gelukkig is, vind ik het prima. De vlog die gisteren online is gekomen voor jullie al, die ben ik nu nog aan het editen. En dat is dus de vlog die is overgenomen door Jade van Vleet. Hey! Oh, ik ben het aan het editen en het is zo grappig om een keer te kijken bij iemand anders de vlog hoe ze dat doen. Want ik edit altijd mijn eigen vlog natuurlijk, maar ik heb nog nooit echt een vlog van iemand anders geedit. Dus ja, dan vind ik het helemaal kut dat ik haar vlog aan het editen ben. Ja, heel naar. Nou, ze doet het wel leuk, jongens en meiden. Oh, mijn lessen zijn voorbij. Ik ben trouwens nee, niet stoppen, naar beneden. Stoppen. Nee, ik vind het echt niet leuk. Nee, nee, nee. Wat? Check onze outfits. Check onze outfits. Kom staan. Oké, misschien is dit een beetje afgesproken. Ik wilde net zeggen, wie had dit eerder aan? Ik en wie had dit daarna aan? Maar ik had echt niet heel veel anders in mijn kast liggen op dit moment. Nou, we zijn lekker matchend vandaag. Wij gaan even een bijtje halen, want we hebben nog geen eten in huis. Dus laten we even naar de appie toe gaan. Hoe? Wat? Even naar de appie toe. Waar je bek is. Dit is nu eigenlijk gewoon een van de weinige dingen die je een beetje kan doen. Lekker rondje lopen in de buurt. Het enige probleem is dat we even naar de appie toe gaan en ik mijn mondkapje vergeten ben. Dus jij moet het halen. Normaal is het hier ook veel drukker. Het is zo uitgestorven hier op straat. Appie is hier aan de overkant. Ja, dus even naar binnen. Even kijken of ze me gelijk ziet straks. Daar komt ze, daar komt ze. Ah! Ik wist het. Oh. Ik was er om me heen kijken. Ik denk, oh, je staat daar op het hoekje. Zeg je me niet? Nee. Oh. Net even lekkere dingen gehaald en ze moet een foto hebben hoor. Ik heb voor jou een boodschap gedaan, dus dan kan jij even voor mij deze foto maken. Ik ga ook helemaal mijn jas verhuizen. Lekker koud. Het valt wel mee. Gaat dit hem worden? Ga je dat nou echt doen met camera? Nee, ik ga de camera weg doen. Jongens, komt ie. Nee, het is de camera helemaal niet. Er zat een cadeautje in mijn post. Nou, wat hebben we? Oh, gewoon van het... Wat? Gewoon zo'n anijs... Amandelstaaf. Dat. Komt-ie. Oh, dit is zo lekker, jongens. Oh, beter doen we deze nu gelijk in de oven. Ja, maar als dat nog goed is, hè? Want ik weet toch niet hoe lang dit geleden is. Ja, denk het wel. Oh, dit is zo lekker altijd. Heerlijk. Nog een leuk dingetje ook in de post. Let op. Beste Gio, we kijken elke dag je vlogs en we weten dat je Ferrari gaat kopen. Of dat je Ferrari gek bent. Vandaar dat we een leuk cadeautje hebben toegevoegd. We weten natuurlijk dat er een 458 of 488 gaat komen. Ga zo door en geniet van het hoesje. Kijk. Dit is een 458 speciale zelfs, jongens en meiden. Nou, dankjewel. Oh ja, dit blijft wel echt een van mijn favoriete ontbijtjes hoor. Kaas met de ei eronder. Heerlijk. Daar moesten we even voor naar de appie. De poes die heeft er volgens mij ook wel zin in. Oh. Oké, kom eens hier. Zeg maar alsjeblieft dat jij dit ook doet. Ja? Ja? Maar dan wordt hij een beetje zacht. Niet dat... Heb je ook lust dat dan de afbroek tegen gaat? Ja, en dan ligt het in je thee. Dat is helemaal kut. Ja, jongens, ik vind dit echt heerlijk. Sommige mensen haten dit. Oh, kut! Ja, dat is... Ja. Hallo? Gefeliciteerd! Hey! Is mijn huis verkocht? Ja! Woo! Hey! Mooi. Goed, hè? Zo, lekker. Opleveren, liefst eerder. Oké. Okay. Zo, jongens en meiden. Iets wat wij eerder gedaan hebben is reageren op memes op het internet die er over ons rondgaan. Super grappig natuurlijk allemaal. Het hele internet staat ermee vol, volgens mij, vooral de laatste tijd. Nee, goed wel. Dus het leek ons... Fuck jou. Dus het leek ons weer grappig om op wat memes te reageren die nu ook dus weer allemaal rondgaan. Want er zijn echt heel erg veel nieuwe voorbij gegaan. Ik heb het zo 1000 keer in mijn DM gekregen op Instagram. Ik denk jij ook wel.
Ja, best wel. Echt superveel. Dus ik heb hier eigenlijk een beetje de leukste die nu op het internet rondgaan. En ik dacht, laten we gewoon maar erop gaan reageren. Dus zullen we dat even gaan doen? Ja. Oké, nou jongens en meiden, daar komt de allereerste als je op de hashtag GeoJade volgens mij gaat zoeken. Oké, let op. Oké, wat is dit? Ja, maar goed, deze. Maar Jade? Nee. Nee, sorry, ik vond dit ook een meisjes. Nee. Uiteraard zijn we wel iets meer dan gewoon vrienden. Ja. Wow. Dat was ook zo'n domme uitspraak. Ja, dat was niet de meest verstandige antwoord. Dat was niet gezet, nee. Nee. Nee, grapje. Oh ja, wat kut jongens. Nee, ik heb dit ooit inderdaad in een interview gezegd. Op mijn eigen filmpremière toen, ja. En ja, ik had misschien het woord minderjarig niet moeten gebruiken. Ja. De volgende. Morgen vlak. We zullen wel een beetje kunnen vaststellen dat Jade en ik... uiteraard zijn we wel iets meer dan gewoon vrienden. Ja. We hebben hem! We hebben hem! Zullen we wel een beetje Is dat ook Frans Bauer? Ja. Oh wow. Een hele mooie die Jade doorgestuurd kreeg is van grote spelers op TikTok. Dat is dus deze. Komt ie, let op. Ze hebben er een heel ding van gemaakt. Jade en ik. Uiteraard zijn we wel iets meer dan gewoon vrienden. Ja. Dat hebben we altijd gezegd. Kijk, zo zitten met z'n drieën. Deze guys hebben gewoon letterlijk in de klaslokaal. Het was een klaslokaal. Ja, nee, echt een klaslokaal. En dan besef dat er een docent ben ik, wat zijn jullie aan het doen? TikTok aan het maken. TikTok aan maken. World famous. Gaan we ballen halen? Ik heb ballen. En dat maakt deze uitspraak illegaal. Ik ga er snel vandoor. Ook gewoon letterlijk van elk klein dingetje. Dat is niet, ja, dat is mijn cashball. Ja, het zijn wel jouw ballen. Ja, dat is zeker waar. En van eigenlijk elk klein dingetje wat ik nu zeg, wordt gewoon bijna een meme gemaakt inderdaad. Wat? Nee! Kijk eens even hoe nat dit matras is. Al die vlekken. Kijk dat kussen. Kijk de muur. Kijk het tapijt. Dit is niet eens mijn vlog. Dit is van Donse vlog. Kijk jongens, ik moet zeggen, ik vind de memes de laatste tijd allemaal wel leuk. Alleen ik verwacht toch wel weer een beetje iets originelere dingen. Ja, iets, ik ook wel. Ze worden nu allemaal een beetje hetzelfde. Elke keer de FBI, elke keer... Wanneer ja, de 18 is. Ja, ik wil nu wel eigenlijk weer naar een nieuw iets toe gaan ofzo. Ik wil een nieuw level van memes bereiken, maar daar zit het nog niet op. Alleen die ene van... Ik vond die op minderjarige meisjes, die was wel echt... Die is echt compleet viral gegaan, ja, volgens die mij. Die is 80k gelijk. Ja. Oké, we hebben er hier nog geen trouwens. Bas van der Velde op TikTok. Wat is dit? Gio en Jade, wanneer ze zo goed zijn? Hij is wel echt nice geworden, man. Ik ben er echt heel blij mee. Nu ben je nog mooier. Wat? Nu ben je nog mooier. Ja, help me dan! Maar dit is weer een FBI-grap! Dit is weer een FBI-grap. We hebben hier nog één. Oh, kut. Ja, nu ben je dus kwijt, hè? Komt-ie. Dus we willen graag... Ik wist ook nooit dat dit is gefilmd. Dit was ook dit was een grap. Je string lag daar niet of iets. Nee, dat weet ik. Dat kon ik wel kunnen denken. Ja, jongens, de bankzitters zijn echt top. Ik maakte een grapje op FaceTime, inderdaad. Ik had alleen niet verwacht dat ze het zouden gebruiken. Er staat ook hieronder, dit was geen humor, hij was bloedserieus. Nee, jongens, ik was echt niet serieus. Eerlijk is eerlijk, wel respect voor hoe hij ermee omgaat. Zo zouden weinig YouTubers zo doen met zoveel haat om zich heen. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb het gewoon hartstikke naar mijn zin in mijn leven. En ik maak me niet druk om andere dingen in mijn leven. En dat heb ik al nooit gedaan. Dus ik ga me ook niet bezig houden met de haat. Nee. Ik ben ook totaal niet op haat. Ik zou ook never nooit iemand haten of wat dan ook. Dus daarom zou ik ook nooit op dit soort dingen ingaan. Als mensen me echt haten. Dat ruikt echt lekker. Dankjewel. Zolang je zelf gelukkig bent, is dat top. De mooiste van allemaal vind ik toch echt wel deze. Maar ja, de... Nee, sorry. Ik vond niet op een jaren meisjes. Nee. Uiteraard zijn we. Wow. Zullen we dit samen drinken?
Nee? Oké. Okay. Nee, nu laat ik het echt aan jou over. Jij hebt deze uitspraak tenslotte gedaan. Nou, jongens en meiden, er zullen vast nog meer memes zijn op het internet of wat dan ook, die allemaal helemaal rondgaan. Ik kan ze alleen niet allemaal vinden of allemaal behandelen in de video natuurlijk, maar ik vond dit wel eigenlijk een beetje de leukste die op dit moment gemaakt worden. Maar ondertussen is het alweer bijna donker aan het worden. Oh, je kan ook echt... Zo, sorry boertje. Je kan ook echt niks op deze dagen zo. Dit is echt zo'n lekker typisch thuis quarantaine dagje. Jongens, we hebben nog een filmpje hier. Zo komt hij. Kom nu. 3, 2, let's go. Bro, zou je met haar daten? Wie is dat, hè? Ken je haar? Dat is Jade Anna. Ken jij niet? Nee, man. Dat is wel mooi, man. Ja. Kan je fixen? Weet je hoe oud ze is? Nee. 16. Deze ook? Ja. Zeg ik ze, deze 16? Ja, die is ook 16. Bro, ik ga zelf wat. Oh, mijn god, bro, ik bro, maar elke keer die komt echt met die 6. Is niet meer leuk, man. Wat is dit? Sad life. Sad ja. Life. Trouwens, ik ben wel echt ontzettend blij. Je zag net mijn belletje, ik heb er eigenlijk helemaal niks meer over gezegd. Maar mijn huis is gewoon verkocht, jongens en meiden. Hoi, yo. Het is gewoon eigenlijk officieel niet helemaal mijn huis meer dit nu. Het is verkocht. Het is trouwens echt super snel gegaan. Binnen 2 weken is mijn huis verkocht. Ik had echt niet verwacht dat het zo snel zou gaan, maar wow, yo. Wel echt bizar. En daar ben ik echt super blij mee natuurlijk, want dat is wel gewoon echt nodig, zodat ik naar dat andere huis ook toe kan. Dus er gaat gewoon oprecht iemand anders hierin wonen. Wat ziek. Nou, dit is me toch top. Jade heeft zo lekker gekookt vanavond. Ja. Kijk, het lijkt wel trouwens echt op die biefstuk van Loetje, maar... Huh? Daar lijkt het wel echt op, maar ja, je hebt het wel goed nagemaakt. Ja. Ik ben een beetje inspired by. Ja, het is lekker. Echt dankjewel. Ja, goed je best gedaan. Oh, nog steeds zo gaaf als je dat aquarium zo daarachter ziet, jongens. Ik blijf het wel echt zo nice vinden in de eethoek. Trouwens, ik zei net natuurlijk omdat mijn huis verkocht was. Maar de nieuwe kopers gaan waarschijnlijk niet het aquarium hier houden. Dus ik ga sowieso alle vissen meenemen naar mijn nieuwe huis. Al het koraal gaat mee. En alle stenen en alles en al het zand wat erin ligt gaat ook allemaal gewoon mee naar het nieuwe huis. Want er was dus nog een optie dat als de kopers wel het aquarium zouden willen, dat het gewoon echt hier achter bleef. En dan zou ik helemaal opnieuw moeten beginnen met een nieuw aquarium in het nieuwe huis. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Oh, echt jongen, deze kat is zo schattig en zo'n drama tegelijk. Hij zit bijna in de top nu. Vanochtend zei ik het al, maar hoe zit je ook, Pik? Dit zit toch helemaal niet chill? Waarom zou je hier ook in gaan zitten? Waarom zou je hier in gaan zitten? Klim dan gewoon gelijk naar de bovenkant. Dadelijk valt die boom om. Nee, maar die bovenkant die valt er echt bijna af. Oh. Inklikken. Oh ja, kijk maar, dit zit een beetje heel erg los dit. Bro! Kijk, je kan niet hoger dan dit. Dit is de max. Dit is de max. Oké, nu gaat hij echt omvallen. Nu gaat de boom echt omvallen. Nu gaat de boom echt omvallen, poes. Ga eruit. Kom op, ga eruit. Ga eruit. Eruit. Oh, wat een drama, jongens. Doet jullie kat dit ook? Het is de eerste keer dat ik een neppe boom heb. Misschien dat het daaraan ligt, dat het makkelijker beklimbaar is. Oh, jongens en meiden, ik heb Jade net de deur uitgegooid, want... Kijk eens aan wat hier is aangekomen. Dit is het enige wat ik nodig heb in mijn quarantaine. Nee, grapje, Jade is hier nog wel. Jade! Jade! Oh, jongens en meiden, ik heb net gewoon een PS5 gekregen. Hoe fucking lijp is dit? Er waren hier net een paar jongens binnen in mijn huis. Ze wilden alleen niet op beeld, maar ze hebben mij dus een PlayStation 5 gegeven. En het leuke is dat ik zondag een giveaway ga doen, ook van een PlayStation 5 van een van jullie. Gaat op mijn Instagram komen, staat hier in beeld, is mijn Instagram. Instagram. Maar, ik heb hem dus ook eindelijk. Jeetje. Oh, wat een gaaf ding, jongens. Ik ga hem alleen pas morgen in de vlog unboxen, denk ik. Maar houd dus ook mijn Instagram in de gaten, want daar gaat dus ook een giveaway op komen voor jullie. Jullie hebben in lockdown waarschijnlijk ook vrij weinig te doen, dus het is leuk als een van jullie ook de PS5 krijgt. Nou, lichten uit en slapen. Ik kan nog steeds niet geloven dat het huis gewoon verkocht is. Is echt gewoon een heel raar gevoel. Als je weet dat je dit gewoon helemaal zelf hebt ingericht, helemaal zelf hebt gemaakt, helemaal zelf hebt verbouwd met alles erop en eraan. En dan is het gewoon verkocht nu. Ik laat trouwens altijd 's nachts de kerstboom aanstaan, maar ik hoorde dat dat niet heel slim is, omdat dat dan gevaarlijk is met brand. Dus ik ga hem deze keer uitzetten. Bam. Hele donkere hoek. Nou, ik was de vlog uiteraard weer vergeten om af te sluiten. Ik heb wel alle lichten uitgedaan, maar de vlog niet afgesloten. Vraag me ook niet hoe ik dat soms vergeet. Maar, jongens en meiden, ik wil jullie dus bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk.
Nogmaals, het zijn dus echt quarantaine dagen en ik probeer dus echt zoveel mogelijk thuis te blijven. En ik snap dat het voor de vlog misschien niet zo leuk is. Maar ja, ik hoop dat jullie dat wel toch begrijpen. Want er is ook gewoon vrij weinig te doen natuurlijk in deze tijd. Vandaar eigenlijk een hele vlog gewoon thuis. Maar nogmaals, jongens en meiden, wil ik jullie dus bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen en later!